Pancake Beep. We zien hier in Construct een heel level. En dat level dat kan je met de hand tekenen. En we gebruiken daar de zogenaamde tegels voor. In dit geval noem ik het level tegels. En die zie je hier. En het is best wel gaaf, want je kan die tegels gewoon pakken. En dan kan je zeggen, nou, ik wil hier nog wel even wat bij tekenen. Nou, die tegels die bestaan allemaal uit sprites. En hoe dat eruit ziet, zal ik eventjes laten zien. Ik ga eventjes naar mijn level tegels. En je ziet hier dat ik 14 tegels heb gemaakt. Ik heb dingen die wat rechts afhoeken. Ik heb dingen die wat hieronder ook nog afhoeken. Ik heb dingen die gewoon normaal zijn. En om het goed overzicht daarvoor te krijgen, ga ik weer even terug naar mijn game. En ga ik naar dit icoontje. En dat zijn de borstels. Want het mooie daarvan is dat we straks de borstels kunnen gebruiken om een heel onderdeel te tekenen van ons level. Dat zie je hier gebeuren. En hoe dat werkt? Nou, we klikken hierop en dan kunnen we borstels aanpassen. En we zien hier dat het borsteltje allerlei onderdelen van een level kan bevatten. En hoe dat nou werkt? Nou ja, als we deze eventjes aanklikken, dan zie je welke onderdelen ik heb toegewezen daarvan. Maar we zien dat we nog niet alles hebben. Nou, dat is klopt, want ik heb hier wat dingen nog bijgetekend die ik nog niet in Construct heb geïmporteerd. En dan kan ik je mooi gelijk laten zien hoe je jouw eigen level kan gebruiken. Dus wat we gaan doen. Ik ga eventjes dat level ga ik even exporteren als een sprite sheet. Dus ik klik op export. Klik op download. En je ziet dat hier mijn level tegels 3 download. Ga naar mijn game. En die sleep ik hierin. In de tegelkaart. Nou, het zou kunnen dat je hier helemaal niks ziet. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je hebt de tegelkaart niet aangeklikt. En dan kan je je level tegels ook niet tekenen. Maar het zou ook kunnen dat je hem helemaal hebt gesloten. En dat hij daarna gewoon helemaal kwijt is. Nou, niet getreurd. Je kan naar menu gaan. En dan ga je naar weergave. En dan balken. En dan kan je hier de tegelkaartbalk weer aanzetten. Daar klik je op. En als je deze dan versleept, dan zie je hier wat blauwe vierkantjes ontstaan. En dat kan je gebruiken om de balk weer terug te zetten op zijn oude vertrouwde plek. En ziet dat er gelijk een aantal dingen bij komen. En dat wat we hebben getekend niet helemaal meer klopt. Als je hem aanklikt, zie je dat hier wat dingen bij zijn gekomen. En dat betekent dat we eventjes helemaal opnieuw moeten beginnen met het tekenen van onze level. Maar gelukkig is dat best wel simpel. Laten we beginnen. We klikken hier rechtsop op borstels aanpassen. En we gaan al deze onderdelen nu toevoegen, wat we hier hebben gemaakt. Dus ik ga hier naar mijn tegels in template toevoegen en klik op deze en dan dubbelklik ik op degene die helemaal in zichzelf zit. Dat is deze. Ho. Dan gaan we naar die. En dat is diegene die links zit. Dat is deze. Eén keer klik is genoeg. Dat is die. Dan deze is dat, denk deze. Deze de bovenste, dat is deze. Dan is die en dan is die. En als we nu gaan kijken, zien we dat wij een perfect, passend, werkend level design hebben. Die kunnen we nu gaan gebruiken. Dus stel, ik wil hier iets tekenen. Dan klik ik op borstel en dan kan ik hier mijn hele level tekenen. Precies hoe ik wil. Dat is cool. Dan kan ik hem ook zo toevoegen. En dan is het best wel simpel en heel snel om je hele level te maken. Hey, en zo kan je dus jouw hele level zelf herontwerpen. Ik ga nog even verder met het afmaken van het level en dan kom ik zo bij je terug bij opdracht nummer 9. Vijanden en afgaan. Pancake Beep.